nice hair. Thank you. Very nice hair. Can I touch it? Vandaag 15 juli. We hebben zojuist tijdens het ontbijt de beelden gezien van de aanslag in Nice. Vreselijk. Onze gedachten gaan natuurlijk uit naar de slachtoffers en de nabestaanden. Het drukt wel een beetje de stemming, moet ik bekennen. Ik denk dat juist op een dag als vandaag belangrijk is om naar de plek te gaan waar Aung San Suu Kyi, een hele bekende politica hier in Myanmar, in huisarrest heeft gezeten. Misschien krijgen we daar weer inspiratie. Het weer vandaag. Waar je komt in Yangon, overal file. We zijn nu op weg naar het huis van Aung San Suu Kyi. Poropassi. Ik wist dat het huis op zich niet te zien was, maar voor het historisch besef leek het me toch wel leuk om hier even naartoe te gaan. Nou, het verhaal is dat Aung San Suu Kyi in 1990 al eens eerder de verkiezingen won. Maar de militaire machthebbers waren daar niet van gediend. En hebben haar toen 15 jaar lang huisarrest opgedragen. Yes. Nieuw look gecreëerd. Enige zilver. Het is altijd een goed plan om daar waar je kan pinnen, om te gaan pinnen. Want als we straks uit de grote stad zijn, weet je nooit waar je nog meer kan pinnen. Dus. En waar beter dan bij deze pagoda? Kan niet anders dan dat het gezegend geld is. En? Het is weer gelukt. Moet je kijken wat voor een portemonnee ik nu heb. Hier regent het weer. Dat was echt overweldigend. Veel goud, maar wij waren toch meer attractie dan al die boeddha's bij elkaar. Ja. We zijn aangekomen bij het hotel. Gaat je rug zien, Laura. Nou, we hebben bedacht dat we morgen om 10 uur 's ochtends de bus naar Pi willen gaan nemen. En de mevrouw van de receptie gaat nu voor ons kijken of er nog plekken zijn in de bus. Nou, het was hartstikke leuk in Yangon. En heeft een goede indruk op ons achtergelaten. Dus het wordt weer tijd om verder te gaan. De volgende stop is Pi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wat gaan we nu weer eten? Smaakt naar
Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi.